Voor sociaal werk neem ik dit filmpje op die mijn boek introduceert, The Corporate Activist. En dat gaat over veranderingswerk in organisaties. Maar speciaal voor sociaal werk wil ik eigenlijk de volgende introductie zeggen. Je komt vanuit je eigen bewogenheid om in de maatschappij een verschil te maken, om goed werk te leveren, kom je toch terecht in organisaties en systemen waar dat je tegenaan loopt, waar dat je misschien door gefrustreerd kunt worden. En ik heb dat boek geschreven, The Corporate Activist, voor diegenen die binnen organisaties zoeken om toch ook aan de systemen te werken. Als je natuurlijk zegt van, mijn werk als sociaal werker is alleen met de cliënten bezig, de klanten, de inwoners van een wijk of zo, dan is dit filmpje niet voor jou en dat boek ook niet. Maar als sociaal werker ben je onderdeel van systemen. En daar begint ons verhaal. De nieuwe invulling van jouw professionele identiteit is dat je daar ook mee te maken hebt en daar bewust gaat integreren in je professionele activiteit. Je wil je daarmee bezighouden, je wil impact hebben, je wil een bijdrage leveren om die systemen te verbouwen. En zeker in Nederland is ja, die systemen, die beregeling soms echt belemmerend. Nu, de ondertitel is Het transitiecanvas als leidraad. En dat wil ik even schetsen. Er zijn natuurlijk hoofdstukken in dit boek die gaan over jij als veranderaar. En dat is een heel groot hoofdstuk. Omdat je ook bekwaam moet zijn. Alles begint eigenlijk bij je eigen bekwaamheid en je mindset om te kunnen met andere mensen werken. En daarvoor zijn vaardigheden nodig, die ik dan de wicked skills noem. Dat is een heel ander onderwerp, hè? Maar we hebben ook een model nodig van hoe dat we transitieprocessen, veranderingsprocessen in organisaties kunnen faciliteren of begeleiden. En dat is het transitiecanvas. En het begint eigenlijk, en dat is ook een hoofdstuk uit het boek natuurlijk, dat je begrijpt dat een systeem, een organisatie bijvoorbeeld, een vallei is. Dat is een metafoor. Een vallei waarbij dat die bol in het midden, en je kunt dat echt letterlijk begrijpen als een knikker die in die vallei heen en weer beweegt. En een stabiliteit vormt. En dat is een proces van het leven zelf. Niet alleen van het systeem, maar ook van je eigen gezondheid, van je leven. Stel nu bijvoorbeeld dat je gewoon nog maar dagelijks, als je te warm hebt, ga je zoeken om je af te koelen. Je zet je venster open of je zet een ventilator. En vanaf het moment dat het dan te koud wordt, ga je terug warmte stoken om warm te krijgen. Dus de marge waarin dat wij aangenaam leven, puur nog maar qua lichaamstemperatuur, is eigenlijk zeer klein. Laat maar zeggen, dat is tussen 19 graden en 22 graden ergens dat je wil in een kamertemperatuur zitten. En dat affecteert je lichaamstemperatuur. Die moet ook stabiel blijven, die lichaamstemperatuur. Als je bijvoorbeeld een koude douche neemt of je gaat te lang zwemmen in koud water, ga je ook merken dat je afkoelt. En dat je dus iets moet doen, misschien eten, misschien in een warme ruimte zitten, om terug op lichaamstemperatuur te komen. En als je lichaamstemperatuur te hoog wordt, hè, zoals bij koorts, dan ga je lichaam van alles doen ook om die temperatuur te verminderen. Dus ook daar is de marge van de lichaamstemperatuur heel klein. Laten we zeggen tussen 36 graden en 37 graden. Dat is maar 1 graad eigenlijk dat je die marge hebt. Dit is ook het model van een systeem. Dat geldt voor alle complexe en levende systemen, dat eigenlijk die stabiliteit willen behouden. Dat is een overlevingsmechanisme. En de stabiliteit in organisaties, dat kennen we. Dat zijn juist de regels, de machtsverhoudingen, de gewoontes, de patronen. En mensen willen daar eigenlijk niet aan veranderen. En dat is natuurlijk wat dat we dan zeggen. De weerstand om te veranderen is eigenlijk heel natuurlijk. Je wil dezelfde blijven, dat zijn je gewoontes, daar voel je je goed bij, dat biedt veiligheid. Nu, in onze huidige context kunnen we die stabiliteit niet altijd goedkeuren. We moeten naar een nieuwe stabiliteit komen of naar een nieuwe manier, een nieuwe cultuur in de organisatie, nieuw leiderschap, nieuwe soorten systemen en regels. Die eigenlijk de fundamentele uitdagingen, neem nu maar armoede, vluchtelingen, genderproblematieken, die vragen eigenlijk een fundamentele andere manier hoe dat we onszelf organiseren, hoe dat we mens zijn, hoe dat we burger zijn enzovoort, hè.
En daarom moeten wij die vallei, die stabiliteit, moeten we in beweging brengen. En dat is dus eigenlijk de metafoor van een berg. En moet je naar een nieuwe stabiliteit komen. Maar dat is dus niet gemakkelijk. De variabele die we hier hebben, is dat je enerzijds met de tijd bezig bent. Hè? Dus dat is de tijd. En deze variabele is natuurlijk stabiliteit. Hè? En dit is, laat maar zeggen, chaos of bewegelijkheid. Hè? Chaos. Dus dit is die berg opgaan, hè? Die bol die in beweging komt, die moet eigenlijk over die berg geraken. Maar dit is een proces van instabiliteit, dat wil je niet. Een voorbeeld daarvan is dat je verhuist bijvoorbeeld en dat je ruimte leegmaakt en het wordt terug heel kaal en dat is niet aangenaam. En als je dan in een nieuwe ruimte komt, waarin dat je ook nog niet je goed voelt, ga je van alles doen om zo snel mogelijk tot die nieuwe stabiliteit te komen. Je gaat je inrichten, je gaat van alles doen eigenlijk om het je eigen te maken, dat eigenaarschap te creëren op die nieuwe stabiliteit. Dus ook een verhuis gaat door een fase van verwarring, van onaangename, existentieel gezien geen plek hebben. Dus je moet, het is echt volledig normaal dat systemen, organisaties, die dan nog een keer veel groter zijn, waar er verschillende belangen in meespelen, die zo moeilijk in beweging komen. Dus heel dat boek gaat erover om na te denken, hoe kun je beweging brengen in die systemen? Hoe kun je die chaos of die transitiefase, hoe kun je die in gang zetten, die faciliteren, begeleiden? En ik ga daar nu niet in detail over verder uitweiden, want dat is natuurlijk een hele les. Maar een van de sleutelpunten is nu precies wat dat in sociaal werk toch heel goed moet landen, volgens mij. En dat is dat een verandering is een sociaal gebeuren. Is eigenlijk iets niet in je hoofd, iets niet rationeel. Een verhuis kun je rationeel plannen. Hopelijk heb je er een project van gemaakt. Alles voorbereid, op de juiste moment de juiste dingen doen. En op het einde van de rit doe je misschien nog een kleine party om de overgang te vieren. Maar in een organisatie heb je eigenlijk iets nodig om die beweging te krijgen. En ik heb mijn grote inspiratie vooral gehaald uit de sociale bewegingen. Want als burger, en je bent met ecologie bezig, of landbouw, of klimaat. Ik heb mij bezig gehouden met ruilsystemen, complementaire munten. En daar heb ik eigenlijk vooral geleerd dat je samen met andere mensen iets nieuws kunt beginnen doen. Dus ik zet enorm in als ik zelf consultant ben in organisaties. Ik krijg opdrachten om een grote transitie te doen op vlak van management, cultuur enzovoort. Dat is eigenlijk op het moment dat je hier als individu op weg bent om dat in beweging te krijgen. Je start als individu, maar je gaat volgers zoeken. En die volgers die zoeken ook weer volgers. En zo krijg je meer en meer de rimpeleffect, de beweging om een bepaalde richting te gaan. Dat kan te maken hebben met digitalisering, maar ook met menselijkheid, met ecologie enzovoort. De inhoud speelt hier nu geen rol vandaag. Maar ik heb vooral mijn inspiratie gehaald uit de sociale bewegingen die ook bestudeerd zijn in de wetenschap, waarbij dat er logica's zijn. En een van de meest voorkomende valkuilen van veel veranderaars is dat ze heel snel een resultaat willen en dat ze niet die tijd nemen om geleidelijk aan een beweging op te zetten. En de allereerste stap als jij zo'n individu bent om dat in gang te steken, is juist kijken in je omgeving, wie is mijn sparringpartner? Wie is er akkoord met mij en daar gesprekken mee te voeren. Dus het goede gesprek voeren rond een pijnpunt, rond een droom, dat is het begin van een beweging. En dat vergroten en regelmatig samenkomen, dat is allemaal bestudeerd in die know-how van sociale bewegingen. Dus een van mijn echte belangrijkste inzichten, wat ik ook doe met gangmakersgroepen, is kracht ontwikkelen binnen een organisatie om een bepaalde richting uit te zetten. En ik heb het geluk dat mijn opdrachtgevers mij die opdracht geven van zet een gangmakersgroep op. Maar in veel organisaties ben je alleen en is natuurlijk de uitdaging om als een stukje activist
te durven ook gewoon volgers krijgen, een beetje patronen doorbreken en vooral niet te vlug. Zelf niet te veel risico's nemen, want we zijn professionals, we willen ons werk behouden, we willen in verbinding zijn, maar toch te durven dat gesprek aan te gaan en niet slachtoffer te zijn, maar u niet bezig te houden met die mensen die de hakken in het zand zetten, maar u bezig te houden met degenen die wel aansluiten en daar recht op inzetten. En dat staat dus ook in dat boek, de 9 perspectieven, sociale bewegingen is er een van, en die andere voeg ik daar ook aan toe. Dus ik hoop dat dit praatje je helpt om dat boek ook veel beter te begrijpen en via mijn stem ook, terwijl dat je leest, mijn stem te horen. Dat helpt ook altijd. Dus sociaal werk, succes om sociale bewegingen op te zetten, ook in de systemen waarin dat je zit.